Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is maandag vandaag en de eerste werkweek is weer geweest. Gisteren hadden we de wedstrijd Feyenoord Utrecht en Ajax is afgeslacht in Eindhoven en daardoor is PSV kampioen geworden. Ja, wat kan ik zeggen? Ik kan alleen maar de ploeg uit Eindhoven feliciteren met kampioenschap. Doe het niet graag voor andere clubs. Ik heb liever natuurlijk dat mijn eigen clubje kampioen wordt. Maar het kampioenschap is dik en dik verdiend. PSV is gewoon het meest constante geweest. En Feyenoord heeft gewoon te veel fouten, blunders dit seizoen gemaakt. Evenals Ajax trouwens. Want Ajax is ook niet echt goed geweest dit seizoen. Dus alle lof aan de ploeg uit Eindhoven. En van harte gefeliciteerd. Daar in Eindhoven. Maak er een mooi feestje van. En ja, al 4 jaar niks in Amsterdam. Hè? Ja. Ik moet er toch nog heel eventjes stiekem. Even een klein beetje, moet ik het zeggen. Maar helemaal niets in Amsterdam. Prachtig. En, maar ja, PSV, als je echt realistisch bent. PSV was gewoon dit seizoen de beste van allemaal. De minste punten verloren. Ja, wat Feyenoord eigenlijk vorig jaar een beetje had. Feyenoord is dus nu ook officieel ontroond als kampioen. Geen kampioen meer. Maar ik kan er wel mee leven. Omdat Feyenoord gewoon net als Ajax te veel fouten heeft gemaakt. Dus van harte gefeliciteerd daar in Eindhoven. Dan wil ik nog een kleine rectificatie doen. In de vorige vlog. In de vorige vlog heb ik een stukje gebruikt waarin Kevin te zien is. Kevin die vond dat niet echt leuk. Dus ik vraag jullie ook daarom dringend om niet meer in de chat erover te hebben. Ik zal er ook niet meer aan meedoen. En ik zou ook niet meer. Ga dus ook niet vragen in de chat van joh, dit en dat. In eerste instantie was ik een beetje pissig. Want ik vind aan de ene kant vind ik wel. Dat als je met je hoofd elke keer in mijn vlog komt en er wordt een klein grapje gemaakt en je komt ook met je gezicht in beeld, dat je dan zo reageert. Vond ik wel een klein beetje kinderachtig, maar aan de andere kant, ik heb niemand willen kwetsen. Ik heb Kevin niet willen kwetsen, ik heb Kevin geen pijn willen doen. Het was gewoon een grapje en het was niet om echt Kevin te kleineren of Kevin voor lul te zetten. Dat was echt niet mijn bedoeling, dus vandaar dus Kevin, sorry. Ik bied toch mijn excuses aan. En ik hoop dat het beter gaat. En daarom even deze kleine rectificatie. Wat ik nog meer heb. En dat is geen rectificatie. Want daar blijf ik gewoon bij. Ik weet niet of jullie mijn livestream hebben gezien van GTA 5. Daar heb ik het al een klein beetje over gehad. Vrouwelijk schoon in mijn kennissenkring. Ja, meestal weten jullie dat ik een hele tijd grote ruzie gehad heb. En dan was het weer goed. En dan was het weer ruzie. En dan was het weer goed met Kevin. En laat ik de boel een beetje met rust. Het is allemaal weer goed gekomen, gelukkig. Maar en dan worden er foto's, hele rare foto's verstuurd. Dat ik bij mijn eigen denk van, joh, is dat nou nodig? Wat heb ik aan die foto's? Ik heb degene die dat gedaan heb. Dat was dus iemand anders. Die heb ik er al van op aangesproken. Ik heb diegene ook verwijderd van Facebook. Omdat ik gewoon zoiets heb van, joh, volgens mij plaats jij die foto gewoon enkel en alleen om mij een hak te zetten. Of me proberen jaloers te maken of zo op de een of andere manier. Nou ja, dat zal niet gebeuren. Want ik ben met de andere persoon gewoon hele goede vrienden en dat wil ik gewoon zo houden. Dus wat dat betreft, dus eventjes ook dat eventjes. Nou, het is inmiddels dus maandag. Ik dacht dat ik tot donderdag moest werken, maar ik hoef maar tot woensdag te werken. Dat komt er even lekker goed uit. Dus ik heb donderdag gewoon lekker de hele dag vrij. Misschien ga ik nog wel een vlog opnemen van de voorbereidingen om naar Slagharen te gaan. Dat weet ik nog niet. Kijk ik nog wel eventjes na. En vrijdag dan is het zover, jongens. Dan ga ik een week naar Slagharen. En dan gaan we daar lekker plezier maken. Dus al
denk ik geen livestream komen, want de internet in Slagharen, dat is er meestal nog wel niet. Het enige waar je internet hebt in Slagharen, dat is in de bars en bij de Big Jake restaurant. Daar heb je wifi, gratis wifi. En de supermarkt heb je ook gratis wifi. Ik heb wel gehoord dat ze ermee bezig zijn. Maar we gaan het wel zien. Ik had verder vanmiddag had ik ook via Slagharenfans zag ik wat foto's langskomen van de oude Looping Star. Ik ga die foto's niet gebruiken omdat ze copyright zijn, dus dat, daar begin ik niet aan. Maar wil je foto's zien van de Looping Star in, hoe heet het ook weer, in Cyprus? Ja, in Cyprus was het. Wil je foto's zien van de Looping Star die normaal in Slagharen staat, maar nu dus in Cyprus staat? Dan moet je even lid worden op Facebook kijken. Ik heb Slagharen fans gelijk, want het is best wel leuk om daar op de hoogte van gehouden te worden van al het laatste nieuws en zo. Dus ik ben daarop geabonneerd op Facebook. Maar daar staan dus hele leuke foto's van de Looping Star. Hij is blauw met wit is die gemaakt. En hij heeft rode karretjes. En ik ben nog steeds van mening dat dat ook de trein is die in Slagharen staan. Voor mij staan de rode botjes erop. De bekende rode botjes, Michael. Ja, ik ben altijd met Michael. Vorige week in Conclaaf geweest. Van joh, dat is een hele andere trein. Ik zeg nee, dat is geen andere trein. Want het is de trein van Slagharen. Alleen ze hebben de buitenkant hebben ze veranderd. Maar het is toch echt het mijntreintje wat op de Looping Star stond. De Thunder Loop. Dus wil je daar foto's van zien? Dan moet je eventjes naar op Facebook. Moet je even kijken bij Slagharenfans. Dan kan je allemaal, ik dacht dat het er een stuk of vier waren, leuke foto's zien van die attractie. Geweldig. Staat zelfs ook verderop een paar dagen terug. Hebben ze er ook een filmpje van opgezet. Die kan je ook bekijken met geluid. En dan hoor je echt weer het nostalgische geluid van de Looping Star. God, wat mis ik dat toch wel in Slagharen. Over Slagharen gesproken. Ja, aanstaande vrijdag is het zover. En dan gaan we lekker naar Slagharen toe. Ik ben een beetje zenuwachtig. En dan denk je van, waarom moet je zenuwachtig zijn om naar Slagharen te gaan? Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe het geworden is. Ik ben zo hyped over hoe het geworden is. De nieuwe ingang. Ze hebben natuurlijk de huisjes gesloopt. Maar ik ben vooral heel erg hype over hoe de nieuwe ingang er nou uit gaat zien. Nou, ik neem natuurlijk mijn camera mee. En ik ga natuurlijk heel veel vloggen daar zo. Ik hoef niet meer. Ja, ik kan niet livestreamen daar. Dus dan ga ik maar extra filmen. En ik ga natuurlijk een reportage maken van hoe het daar is. En ik ga natuurlijk ook de nieuwe ingang eventjes laten zien aan jullie op mijn camera. En ik hoop dat ik in de Big Jake flink kan uploaden. Want ik wil toch wel elke dag wil ik even een vlogje neerzetten over wat ik allemaal die dag beleefd heb in Slagharen. Nou, zo heel veel informatie allemaal. En ik ga vanavond nog eventjes GTA livestreamen. En dan gaan we wel kijken wie er allemaal komen. Vanmiddag is de Final Vlog online gekomen. Ja, ik had wat problemen, dus ik kon hem niet eerder uploaden. Hij is om een uur of negen of zo. Vanmorgen is die online gekomen, hele rare tijd. Dat was de vlog. Zo, wat was het ook alweer? Ik weet het niet meer. Ik wou wat zeggen, maar ik weet het niet meer. Ik weet gewoon het nummer niet. En dat knip ik er niet uit, dat laat ik gewoon zitten. Ja, ik weet even niet meer, het was 200. 270 als ik het goed had, 270. Dus die is op een beetje een rare tijd een beetje binnengekomen, sorry daarvoor. Maar jullie kunnen in ieder geval de vlog van gisteren van Feyenoord zien. En vandaag weer dus deze vlog ook nog eens een keer. Dus jullie hebben vandaag geluk. Gisteren even 0 vlogs, vandaag 2. Maar ik wou toch nog eventjes wat rectificaties doen. En het toch even hebben over het kampioenschap. Ja, 3-0 PSV tegen Ajax. Ongelooflijk zeg. Ik had wel gedacht dat PSV zou winnen van Ajax. Maar met 3 doelpunten verschil, dat had ik niet verwacht. Ik had niet verwacht dat het 3-0 zou worden.
Dus ja, dat was wel eventjes verrassend was dat. Dus vandaar. Nou, ik ga deze video weer als de donder editen. En dan ga ik deze online zetten. En dan spreek ik en zie ik jullie allemaal weer vanavond bij een nieuwe GTA livestream. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze, video vlog leuk? Ik zou zeggen, doe even dat duimpje, dat blauwe duimpje even omhoog en niet omlaag. Want ik zie de laatste tijd heel veel omlaag. Nee, omhoog moet die, dat duimpje. Ik zou zeggen, ben je nog niet geabonneerd? Abonneer natuurlijk op It's Ultrex, want aanstaande vrijdag is het zover, jongens. Mijn trippie naar Slagharen, hartstikke leuk en zeker te weten de moeite. Neem de moeite om lekker naar mijn vlogs te kijken in Slagharen. Ik zou zeggen ook druk op het belletje, want dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal vanavond weer bij een nieuwe livestream. De groeten allemaal en jullie weten het allemaal al. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe. Paf.